Hoi, welkom bij de video over de kennismaking met interessegebieden van Tilburg University. Mijn naam is Eva, ik studeer sociologie en ik neem je vandaag mee over de campus om je meer te vertellen over deze interessegebieden. Ben je nou benieuwd hoe je zo'n keuze maakt om hier te komen? Dat laat ik je eerst zien. In deze video gaan we het hebben over de interessegebieden die Tilburg University aanbiedt. Let op, dit zijn dus geen opleidingen, maar zijn echt gebieden waar verschillende opleidingen onder vallen. Deze opleidingen hebben wel een bepaalde samenhang met elkaar, maar hebben net een andere invalshoek. Nou, waarom is het nou belangrijk om te kijken naar dit soort interessegebieden? Nou, je kunt zo heel breed alvast oriënteren. Je kijkt nog naar echt een bepaald gebied waar verschillende opleidingen onder vallen en daarna kun je pas een opleiding kiezen uit dat gebied. Dus je bent nog heel breed bezig en je kunt echt nog kijken naar je eigen interesses. Deze interesses kunnen bijvoorbeeld ook al samenhangen met je profielkeuze. Die geeft je misschien al een idee wat je misschien interessant vindt en welke opleiding je kunt gaan doen. Ben je nou benieuwd waarom je dat in Tilburg zou moeten doen of waarom Tilburg zo'n leuke stad is? Dat kun je hier zien. Leuke universiteit en stad, hè? Ik ga je nu wel meer vertellen over de interessegebieden die Tilburg University aanbiedt. Het eerste interessegebied die wij hebben op Tilburg University is economie en business. Ja, zoals de naam het al zegt, kun je bijvoorbeeld heel geïnteresseerd zijn in economie. Hoe een economie van een land werkt of hoe de economie van een wereld werkt. Aan de andere kant kun je geïnteresseerd zijn in business, dus meer in de bedrijfskant. Daarin worden eigenlijk vier thema's belicht en dat is accounting, financiering, management en marketing. De studies die we hieronder aanbieden zijn er 7 in totaal. Aan de ene kant heb je Nederlandse vlaggetjes, dat betekent dat het een Nederlandstalige studie is. De studenten zijn Nederlands, de meeste communicatie is in het Nederlands en de studie is wat meer op Nederland gericht. Aan de andere kant heb je ook Engelstalige studies. Deze hebben een wat meer internationale context. De studenten kunnen uit andere landen komen en alle communicatie is ook in het Engels. De eerste studie die we aanbieden onder dit interessegebied is Entrepreneurship and Business Innovation. Tijdens deze studie leer je meer over ondernemerschap en innovatie. Innovatie is echt de drijfveer achter een goede economie. Daarnaast bieden we ook bedrijfseconomie aan. Bedrijfseconomie, zoals de naam het al zegt, focust dus meer op de bedrijfskant, de wat kleinere economiekant. Dan hebben we ook bedrijfseconomie en economie en dat is echt een studie die de twee combineert. Dus aan de ene kant de wereldeconomie, economie van een land en aan de andere kant ook de bedrijven. Ook ligt er daarbij wat meer nadruk op statistiek. Wat we daarnaast ook aanbieden is economics.
Dit is een internationale studie die zich echt focust op de grote economie, de macro-economie. Dus je kijkt echt naar globale economie en verschillen tussen landen. Daarnaast bieden we ook fiscale economie aan. Fiscale economie is een combinatiestudie tussen recht en aan de andere kant economie. En je focust je daarbij heel erg op het belastingsrecht. Ook bieden we International Business Administration aan. Dit is eigenlijk meer de internationale variant van bedrijfseconomie, maar heeft dus wat meer internationale indruk dan alleen de Nederlandse context. Als laatste bieden we ook econometrie en operationele research aan. Dit is eigenlijk een combinatie tussen wiskunde en economie, maar daar vertel ik je later meer over bij het interessegebied Beta en Big Data. Het tweede interessegebied waar ik iets meer over ga vertellen is het interessegebied Gedrag en Maatschappij. Dit is het interessegebied waar mijn eigen studie onder valt. We bieden hier een aantal studies onder aan. Als eerste psychologie. Van psychologie heb je vast wel gehoord. Hier hebben we een Nederlandstalige en een internationale variant van. Bij psychologie ga je echt focussen op het individu. Je gaat kijken hoe mensen denken, hoe ze zich gedragen en waar dat dan precies aan ligt. Het verschil met sociologie is dat je bij sociologie je meer gaat focussen op de grotere context. Je gaat meer kijken naar groepen en gaat kijken hoe de maatschappij er in het algeheel uitziet. Je focust je op thema's zoals armoede, vluchtelingen of ongelijkheid. De laatste studie die hieronder valt is Liberal Arts and Sciences. Liberal Arts and Sciences is echt een unieke studie. Het valt wel onder het interessegebied gedrag en maatschappij, omdat je gaat kijken naar sociale problemen en de maatschappij in zijn geheel. Maar je doet het eigenlijk vanaf verschillende invalshoeken. Je kijkt hiervan vanaf de sociale kant, maar ook bijvoorbeeld vanaf business, vanaf recht of vanaf geschiedenis. Dit is echt een internationale studie. Het eerste jaar is heel breed, maar naarmate de bachelor vordert, ga je steeds specifieker kijken. Deze studies vind je kortom interessant als je geïnteresseerd bent in mensen en de samenleving. Het volgende interessegebied waar we het over gaan hebben is het interessegebied Beta en Big Data. Misschien ben je al geïnteresseerd in beta-vakken, ben je geïnteresseerd in wiskunde, misschien zelfs wiskunde B of technische vakken. Nou, dan is dit interessegebied wellicht wat voor jou. De eerste studie die we aanbieden is Cognitive Science and Artificial Intelligence. Deze studie combineert echt de sociale kant. Je gaat bijvoorbeeld kijken naar het menselijk brein en meer de psychologische kant. En aan de andere kant kijk je ook meer naar de artificial intelligence, dus zoals robots of apps. Je gaat kijken hoe je artificial intelligence kunt inzetten voor een betere maatschappij. Bijvoorbeeld door middel van VR reality. Daarnaast bieden we ook data science aan. Data science, zoals de naam het al zegt, gaat over data. Je leert grote hoeveelheden data analyseren. Deze studie is samen met de Technische Universiteit Eindhoven. Wat Tilburg University dan echt toevoegt aan deze studie is de wat meer menselijke kant. Als laatste bieden we ook econometrie en operationele research aan. Deze studie combineert aan de ene kant wiskunde en aan de andere kant economie. Je leert wiskundige modellen maken waarmee je zaken kunt voorspellen in de maatschappij. Het volgende interessegebied wat we hebben is communicatie en media. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in sociale media, in nieuwe media? Ben je geïnteresseerd in hoe communicatie werkt tussen mensen? Dan is dit wellicht wat voor jou. De eerste studie die we hierbij aanbieden is Online Culture, Art, Media and Society. Hierbij kijk je wat voor invloed cultuur, kunst of online media heeft op de maatschappij. Je kijkt naar thema's zoals digitalisering of globalisering. Daarnaast bieden we ook communicatie en informatiewetenschappen aan. Binnen deze studie ga je kijken hoe communicatie werkt. Dus hoe communiceren mensen met bedrijven en hoe verwerken mensen informatie. Voorbeelden waarbij je naar kunt kijken is bijvoorbeeld social media. Of hoe kunnen bedrijven hun communicatie nou optimaliseren. Ook kun je kijken naar gewoon offline communicatie. Denk aan het verwerken van taal. Dus kortom, ben je geïnteresseerd in communicatie in het algemeen, offline of online? En ben je geïnteresseerd in wat voor invloed dat heeft op mensen en de maatschappij? Dan kan dit iets voor jou zijn. Het volgende interessegebied is recht en bestuur. Aan de ene kant heb je het recht. Je gaat kijken naar hoe wetten eruit zien en hoe wetten worden geïmplementeerd in onze maatschappij. Aan de andere kant heb je bestuur. Je gaat kijken hoe landen of overheidsorganisaties hun beleid inrichten en hoe ze een land besturen. De studies die hieronder vallen kun je hier zien. Als eerste heb je rechtsgeleerdheid. Dit is een Nederlandstalige rechtenstudie en focust zich dus op de implementatie van wetten. Ook hebben we daar een wat meer internationale variant van, genaamd Global Law. Deze focust zich ook op wetten, maar veel meer internationaal en focust zich dus niet op de Nederlandse context. Je zult dus wat meer gaan kijken naar thema's zoals mensenrechten of de vluchtelingenstromen. Ook bieden we fiscaal recht aan. Dit is echt een specifieke vorm van recht en kijk je dus naar belastingrecht. Waarom is Nederland bijvoorbeeld een belastingparadijs voor sommige bedrijven? Wat mag je wel importeren en wat mag je niet importeren?
Als laatste bieden we natuurlijk ook bestuurskunde aan. Dit focust zich dus echt op overheidsorganisaties en landen. Je gaat kijken wat voor maatschappelijke thema's interessant zijn voor een overheid, hoe ze hun beleid inrichten en wat ze doen met deze maatschappelijke thema's. Vervolgens komen we aan bij het interessegebied mens en organisatie. Dit interessegebied heeft dus twee kanten. Ten eerste ben je geïnteresseerd in mensen en aan de andere kant ben je ook geïnteresseerd in organisaties of bedrijven. Je gaat kijken wat de rol is van mensen in een organisatie, hoe organisaties samenwerken of hoe organisaties grote problemen kunnen oplossen. De eerste studie die we hierbij aanbieden is organisatiewetenschap. Deze studie focust zich op hoe organisaties werken, hoe ze eruit zien, hoe ze kunnen worden ingericht en hoe ze samenwerken met andere organisaties. Daarnaast heb je ook personeelswetenschappen. Het verschil met organisatiewetenschappen is dat personeelswetenschappen iets specifieker gaat kijken naar mensen in een organisatie. Je gaat bijvoorbeeld kijken hoe mensen zo efficiënt op hun plek kunnen zitten, wie je bijvoorbeeld op een bepaalde functie zet. HRS is de Engelstalige variant van personeelswetenschappen. Als laatste hebben we GMSI, Global Management of Social Issues. Dit is een combinatiestudie van sociologie, organisatiewetenschappen en personeelswetenschappen. Je gaat kijken hoe grote internationale organisaties eruit zien en hoe zij belangrijke problemen kunnen oplossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatverandering, aan armoede of aan ongelijkheid. Het laatste interessegebied waar we het over gaan hebben is het interessegebied filosofie en levensbeschouwing. Ben je geïnteresseerd in de invloed van het christelijk geloof op de maatschappij? Of ben je geïnteresseerd in het betekenis geven aan de wereld om je heen? Dan is dit wellicht wel wat voor jou. De eerste studie die we aanbieden is filosofie. Je zult het vast wel kennen van het vak filosofie op de middelbare school. Je kijkt hier naar maatschappelijke kwesties en probeert betekenis te geven aan de wereld om je heen. Je leert vanzelfsprekendheden echt ter discussie te stellen. Bijvoorbeeld door te leren debatteren, door betogen te schrijven of te analyseren. Ook bieden we theologie aan. Theologie in Tilburg is een Engelstalige variant en in Utrecht wordt de Nederlandstalige variant aangeboden. Hierbij ga je echt kijken wat de invloed is van het christelijk geloof op de maatschappij en de mens. Maar ook leer je talen, zoals bijvoorbeeld Grieks, Latijns of Hebreeuws. Nu heb ik je alles verteld over de interessegebieden die Tilburg University aanbiedt en de opleidingen die daaronder vallen. Voor mij klinken ze allemaal super interessant, maar mijn keuze is uiteindelijk gevallen op de Bachelor Sociologie. Nou, die studiekeuze was best redelijk makkelijk gemaakt, maar toen kwam de stad nog. Ja, uiteindelijk toen ik hier kwam op een open dag, toen viel alles op zijn plek. Nou, de campus is supergroen, de campus is heel mooi gelegen, alles ligt op één plek, dus je hoeft niet ver te reizen. En dat vond ik zelf heel erg fijn. Daarnaast hebben we een heel rijk studentenleven. Zo heb ik bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gedaan, heb ik commissies gedaan of ben ik studentassistent op de universiteit. Nou, er zijn superveel opties voor studenten en het is echt een supergezellige studentenstad. Voor mij uiteindelijk was dit dus de perfecte keuze. Hopelijk heb ik je alle antwoorden op je vragen kunnen geven en heb ik je veel kunnen vertellen over de richtingen die Tilburg University aanbiedt. Vond je dit nou interessant? Dan hoop ik je snel te zien op de open dag. Tot dan!